Dag iedereen, ik ben Loïc en ik maak video's over koken en lekker eten hier in mijn studio, een oud café dat ik een beetje aan het oplappen ben. Dit is de laatste video van de kerstspecial en dat is de dessert. Ik ben niet zo'n dessertenman, maar er is wel één dessert dat ik heel lekker vind bij kerstmis. En dat ga ik vandaag maken. Bûche. De bûche dat ik ga maken is op basis van chocolade en hazelnoot. De buitenkant is een chocoladebiscuit en daarin is er een spread van Nutella en mascarpone. En van boven is er nog een beetje praliné, dat zijn simpelweg geroosterde hazelnoten in karamel. Maar beginnen ga ik doen met de chocoladebiscuit. 5 eieren splitsen, het eiwit stevig opkloppen met 50 gram suiker om meringue te bekomen. En de meringue is klaar als hem stevig is en dat je hem boven je kop kunt houden. Hetzelfde met de eigelen, om een ruban te bekomen. En de ruban moet je opkloppen totdat je suiker volledig opgelost is, het veel steviger is en het ook veel, veel bleker is. Meng daarna 100 gram gezeefde bloem bij de eigelen of de ruban en doe dat op het gemakje om ervoor te zorgen dat er zeker geen klonters zijn. En daarna doe ik hetzelfde met 50 gram cacaopoeder. Bij gebrek aan een deftige ovenschaal moet je maar iets in elkaar knutselen, zoals ik heb gedaan met een raksje en wat aluminiumfolie. Dan gaat er bakpapier over en het deeg moet dan heel gelijkmatig gespreid worden. Ik heb dat dus niet deftig en gelijkmatig gedaan, dus mijn biscuit was een beetje mislukt, maar dat zullen we subiet nog wel zien. Ik bak de biscuit gedurende 10 minuten in een oven van 180 graden. Het allerbelangrijkste als je biscuit maakt, is dat hem afkoelt. Dus als hem gaar is, hij heeft nu 10 minuten opgestaan. Zo, ik zeg hem even in de hoogte, zodat er lucht onder kan. Laat afkoelen met iets over. Zo blijft hem goed sappig en kunt hem straks heel makkelijk oprollen. Voor de praliné verbrijzel ik een handvol hazelnoten heel grof. Ze moeten gewoon niet meer heel zijn. Daarna rooster ik dat allemaal in een droge pan op een middelmatig vuur en voeg ik suiker toe totdat die smelt en dat alle hazelnoten lekker bedekt zijn met karamel. De karamel en de hazelnoten zijn aan het gaan en dan is het nu tijd voor de spread te maken van Nutella en mascarpone en zo. Oeps. En zoals ik het zeg, daar heb ik enkel mascarpone en Nutella voor nodig. Ongeveer 1/3 Nutella voor 2/3 mascarpone. Wanneer alle hazelnoten volledig gekoot zijn met karamel, stort ik ze voorzichtig uit op bakpapier. En voorzichtig, omdat dat echt super, super heet is. Zo goed mogelijk uitspreiden, zodat je een fijne laag hebt. En dat gaat ervoor zorgen dat het sneller afkoelt en dat het straks makkelijker te snijden is. En je moet er niet van proeven totdat het volledig is afgekoeld, want deze is echt even heet als gewoon gesmolten lava ofzo. Dus niet doen, je gaat je verbranden, afblijven. Na een kwartiertje is die praliné volledig afgekoeld en mega, mega krokant, je moet mij zeuren. Dus die ga ik nu even wat fijner snijden, zodat we die mooi kunnen gebruiken voor de bûche. Ik probeer ze eerst allemaal met het mes te versnijden, maar dat gaat natuurlijk niet, want er zijn nog harde stukjes. En daarvoor stel ik voor om een hamer te gebruiken of gewoon een vijzel als je dat hebt. De vijzel zal waarschijnlijk beter werken. De chocoladebiscuit is volledig afgekoeld. De Nutella spread is klaar. De geroosterde nootjes in karamel zijn ook klaar. Dus nu is het tijd om de bûche op te rollen en af te werken. Draai hem om, haal het bakpapier voorzichtig van de biscuit af en bestrijk hem rijkelijk met de Nutella spread. Oprollen en zoals je ziet is bij mij een beetje gefaald. Ik heb mijn biscuit niet gelijkmatig verdeeld voordat ik hem heb gebakken. Dus daardoor is er aan de bovenkant een dikker stuk. Hij scheurt daardoor aan de bovenkant. Maar bon, dat is geen ramp, want ik ga hem daarna toch nog decoreren. De uiteindes afsnijden en dan ook weer bedekken met Nutella spread. Een beetje praliné erop, toefje slagroom. Mini toefjes Nutella spread, nog een beetje praliné erover. En als laatste een beetje poedersuiker voor het sneeuweffect. De dessert van mijn... Oei, de boom is gaan vliegen. De dessert van mijn kerstspecial is klaar. Deze bûche met chocolade en hazelnoot. Niet zo moeilijk om te maken en ik beloof dat het mega, mega lekker is. Indien je op YouTube kijkt, like, subscribe en klik op dat belletje hierboven om op de hoogte te zijn. Van wanneer dan mijn nieuwe filmpjes online komen, indien je op Facebook kijkt, deel het met al je vrienden en familie. En om af te sluiten zou ik jullie allemaal heel prettige en fijne feestdagen wensen. Een gelukkig nieuwjaar beste wensen voor u, uw vrienden en uw familie. Tot de volgende! Ik ga mijn bûche opeten.